Soepoe rent de hele dag. Klein en rood en zo wild als een kat. Ze woont hoog in een boom en beleeft nogal wat. Zij voelt zich thuis in het park van de stad. En daar lacht ze wat af, maak je borst maar nat. Toepoe, toepoe rent de hele dag. Toepoe, toepoe, toepoe. Begin maar! Ja! Maar ik wil niet in het toverdoosje zitten, Norton. Dit is geen magische krimpmachine, hoor. Het is een videocamera. Idiootcamera? Oké, Toepoe. We proberen het nog een keer. En tada! Luister, Watsup. Het gaat niet altijd over jou. Het maakt een bewegend plaatje van jou. Technisch gezien is het een elektronische weergave van jouw afbeelding, bestaand uit een serie binaire codes. Kijk, daar ben jij. Huh? Dat ben ik? Ja, maar je bent nog steeds hier. En dus ook daar. Leuk, hè? Meer alsjeblieft, Norton. Meer. Je kan alle aandacht trekken die je wil, Watsup. Maar ik knip het er later toch weer uit. Wow, ze is echt heel lenig. Hallo? Oh, hallo directeur Peppermail. U bent nog laat op. Grapje. Ja, ik roep wel even. Pap, telefoon. Omdat ik de burgemeester ben, daarom. Telefoon, pap. Burgemeester Borden. Oh, directeur Peppermail, waaraan dank ik het genoegen... Oké. Maar in alle andere vakken is hij juist zo goed, hè? Ja. Ik snap het, bedankt dat u me op de hoogte stelt. Wat heb ik gedaan? Niet genoeg, blijkbaar. Je hebt niet goed je best gedaan voor de gymlessen. En zonder die punten zal je waarschijnlijk blijven zitten. Blijven zitten? Dat kan toch niet? Ik heb de beste cijfers van iedereen. Dat moet een grapje zijn. Het is gym. Dat telt niet. Jammer genoeg voor jou tellen op jouw school alle vakken. Maar sport, kom op nou. Ik kan wel 100 dingen verzinnen die beter zijn dan een stomme bal een uur in het rondtrappen. Ik heb toch zeker gelijk, toch? Oh nee, erger dan dit kan het niet worden. Sporten is heerlijk, Norton. Het is heus niet bedoeld om de zwakken te pesten. Maar soms wel. Waarschijnlijk verras je jezelf. Je hebt misschien wel een fysiek talent waar je niet eens iets van af weet. En dit is je grote kans om het te vinden. Ja! Of niet? Ik zie wat jij niet ziet. Wat is dat? Hey, jullie! Dat gras is heel kwetsbaar. Dat is niet om te spelen. Ga eraf! Nu! Oh nee! Toch niet alweer die belachelijke turnwedstrijd! Iemand moet hier even vegen. Ben je klaar? En mis.
Volgende. 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 Ik snap het niet. Je kan niet met een bal spelen, dus je kan niet naar de volgende klas van school? Ja, zoiets. School is maar raar. Eigenlijk is mijn school raar. Het is niet de norm, geloof me. Aha. Wie is Norm? En alhoewel Norton bij geen enkel team mocht, is er toch goed nieuws. Hij heeft een record gebroken. De meeste mislukte sporten. Sorry, pap. Ik heb het verknoeid. Nee, je hebt het nog niet verknoeid. Hoezo niet? Ik wil hier geen gewoonte van maken, maar ik heb wat mensen gebeld en... Je bent het nieuwste lid van het turnteam van de school. Oh, je maakt een grapje, toch? Het is niet wat je denkt. Jij wordt hun nieuwe cameraman. Jouw werk is het filmen van het turnteam bij de aankomende turnwedstrijden. Oké, nou, dat is iets minder belachelijk. Doe het en je krijgt je gympunten. Als je het verpest en je moet blijven zitten, dan kan ik je helaas echt niet meer helpen, zoon. Naar de leider van het team? Je bedoelt Albert. Die staat daar. Honderden mensen gaan naar je kijken, Shelly. Word je daar niet een beetje zenuwachtig van? Let op. Jongens, als we deze wedstrijd willen winnen, dan moeten we echt leren presteren onder druk. Sorry, ben jij de teamleider? Nee, ik ben de conciërge. Wat denk je nou zelf? Ik ben jullie nieuwe cameraman. Je meent dat toch niet, hè? Waar is de rest? Ik vroeg om een cameraploeg om ons te filmen. Niet een jongetje met een klein cameraatje. Hoe kunnen we ooit aan onze Saluut aan de Eiffeltoren werken als we niet al onze fouten kunnen zien? Want het zijn er veel. Goed dan. Het is te laat om iemand anders te regelen. Weet je dan op zijn minst hoe dat ding werkt? Nou, ik heb hem pas net, maar ik leer heel snel, hoor. Nou, gelukkig, hè? Jongens, hij leert snel. Zet daar je spullen op en als je vragen hebt, hou je ze gewoon voor je. Oké, jongens, wie zijn wij? De Springbokken! Oh, help. En nu heb ik geen keus. Ik blijf bij het team of ik blijf zitten. Dat was een leuk verhaal, Norton. Maar ik heb één vraag. Wat is team? Je weet niet wat een... Nee, natuurlijk niet. Een team... is een groep mensen die samen spelen en sporten, maar aan dezelfde kant. Team! Het klinkt echt supersleuk, Norton. Tja, als je van dat soort dingen houdt... Ik wil ook een team zijn! Geloof me, dat wil je niet. Stomme sporters altijd. Elk jaar houden ze die belachelijke wedstrijd op mijn gras. En wie moet het repareren? En nu moet ik al mijn tijd besteden aan deze suffers... zodat ik niet eens in de gaten kan houden waar dat roodharige ding uithangt. Waar zou ze zijn? Tijd voor mij om een team te maken. Oké. Woehoe! De bal is van mij. Kom maar halen. Verloren. Komen. Goed, luister. Jongens, om onze saluut aan de Eiffeltoren perfect uit te voeren... hebben we het volgende nodig. Kracht, uithoudingsvermogen en goed eten. Ongezond eten, niet winnen. Jij, Lennart, kom naar voren. Wat is dat? Cheeseburger. Jij verwacht te kunnen winnen met zo'n houding tegenover eten? Geef mij dat broodje. Laten we deze cheeseburger maar eens even aan het werk zien. Lennart, ik wil dat je Linda vangt.
Norton, neem dit op en zorg dat je het niet verknalt. Ik ga mijn best doen. Bedroevend. Het is wel duidelijk dat ik de enige echte atlete ben hier. Jullie moeten een heel stuk beter worden. Anders kunnen we die wedstrijd sowieso wel vergeten. Goed, ga nu maar naar huis en denk over wat je gedaan hebt. Ik zie iedereen hier morgenochtend vroeg. Jonge, jonge, wat moet je met zo'n meid? Wat zijn zij aan het doen? Nee! Dat was bedroevend! Geef mij dat broodje! Oh. Wacht, dit is het beste stuk! Oh. Zeg, laat dat eens zien! Ze moet in mijn team komen. Ze is perfect. Wacht, wat is het probleem? Vertel me gewoon wie ze is. Norton, sta nou even stil. Als jouw teamleider beveel ik je te stoppen. Ze is de beste atlete die ik ooit heb gezien. Je kan haar niet voor jezelf houden. Met haar kunnen we winnen. Waar zijn we? Oh, op een plekje dat ik verdwaald noem. We zijn verdwaald. Ben je nou blij? We zijn hier alleen maar vanwege jou, hoor. Jij moest me zo nodig achtervolgen. En jij moest zo nodig wegrennen, of niet soms? Kijk, we kunnen hier blijven staan ruzien. Of we kunnen proberen een uitweg te vinden. Amber? Amber? Zo te zien kan je wel wat hulp gebruiken. Goh, denk je? Pak mijn hand! Probeer je altijd meisjes te versieren door op ze te gaan zitten. Wat? Wat is er? Je kwam heel soepel van die helling af. Je zou een goed springboklid zijn. Ja, vast. Hier staat de winnaar van de klim van de helling en val in de moddercompetitie. Goed, bedankt voor het hele hulpgedoe. Geen probleem. Hey, kijk! De uitgang van het park. Sorry, maar ik weet niet waar dat meisje is. Helaas. Maar kan je me in ieder geval vertellen wie ze is? Ze woonde vroeger hier, maar ze is heel ver weg verhuisd. Naar, Guam. Ze is een Guamse. Je zou haar dus nooit zien. Waarom zei je dat niet meteen? Norton, het is laat. Jij bent het. En jij zei dat ze terug was naar Guamisie of zo. Oh, Toepoe. Hey, sinds wanneer ben jij terug? Amber Niederkork, teamleider en manager van de Springpokken. We zijn drievoudig regionaal vrije oefening kampioen. Maar goed, jij bent geweldig. Zulke sprongen heb ik alleen, nou ja, mezelf zien maken. En wat moet ik doen om je in ons team te krijgen? Ze, kan niet. Ze heeft het druk. Ik? In het team? Yes, 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 yes! Super, je begint morgenochtend. Dat was simpel, ondanks jou, Norton. Gelet, jongens. Ik wil jullie voorstellen aan onze nieuwe superturnster, Toepoe. Oké, Toepoe. We zullen vandaag beginnen met oefeningen op het paard. Het paard helpt je te werken aan je kracht en coördinatie. Wat gaaf. Ik heb nog nooit zo'n raar paard gezien. Ze komt uit Guam. Norton, mijn team wil dat ik bovenop de Eiffeltoren ga. Hey, Toepoe. Kom eens hier. Goh, leuk, Toepoe.
Ik kom al, baas. Zo hoef je me niet te noemen. Zeg maar majesteit. Wat? Goed, voordat we aan iets groots als de Eiffeltoren proberen, komen we even als groep bij elkaar en roepen we onze naam. Ik noem het een graam. Hiep, hiep. De Springbokken! Nog een keer. Hiep, hiep. Oké, mensen. Laat me die toren zien. Kom op, Toepoe. Ik kom. Over een paar dagen zal jij hier bovenop staan, Toepoe. Maar eerst moet je oefenen. Oké, laten we oefenen. Nee, Toepoe. Nee, dat is gevaarlijk. Toepoe, nee, naar beneden. Toepoe. Nee. Toepoe, niet doen. Hier komen ongelukken van. Goed gedaan, Norton. Bedankt dat je alles verpest hebt. Waar rook is, zijn vuurharige kleine kliertjes. Oh, en daar is ze, het kleine monster. Daar zal je er hebben. Oh, en hij filmt er. Haar beestachtige apenstreken vastgelegd voor de eeuwigheid. Ik moet die pan te pakken krijgen. Ze zal de dag betreuren dat ze motzog met de Schuppeneter. Dr. Schuppenstein kan ook. Superman! Daar moet ik nog eens over denken. Ik weet niet hoe jullie dingen doen in Guameria, maar hier staat het team op de eerste plaats. Ik weet dat je het goed bedoelde, Toepoe, maar je moet eerst echt heel goed oefenen. Oké, oefenen. Woehoe! Ik zag Amber anders niet op de toren klimmen om ze te helpen. Oh nee, zij moet beneden blijven en iedereen schreeuwen. Mam! Mami, je bent zo trots op me. Ik heb het eindelijk gedaan. Ik ben de slimmer en de slim af. Wil Schilfertje een eitje bijtje? Huh? Liefste Mamsie, luistert u wel naar mij? Wie is een mooie jongen? Ja, dat ben jij, hè? Eindelijk heb ik er. Mijn plan is briljant. Eerst ga ik... Vergeet niet dat Schilfer vanavond zijn ei- en yoghurtbad moet hebben. Oh, Schilfer moet maar wachten. Ik ga lekker een bubbelbad nemen. Ik wil er op mijn best uitzien voor dat hoogtepunt. Er staan zelfs journalisten. De andere teams zijn echt heel goed. Vorig jaar had Chicago een eerbetoon aan eieren met spek. Alleen al om de koekenpan te maken hadden ze 40 turners nodig. Wow. Er kan nog iemand iets doen aan deze dikke hamster? Hey Norton, we kunnen Amber niet vinden. Weet jij waar ze is? Ze staat vast ergens tegen iemand te schreeuwen. Amber, gaat het wel goed? We kunnen het niet, het is te moeilijk en de anderen zijn te goed. Heb je dat saluut aan de honden van de wereld gezien? Dat was echt geweldig. Jullie zijn een hartstikke goed team, Amber. Jullie gaan het heel goed doen. Denk je? Zeker weten. En het is allemaal omdat jij zo'n ontzettend goede teamleider bent. Sorry dat ik je zo naar behandeld heb. Ik was nogal onaardig. Dat klopt, maar dat geeft niet, echt. Nee, dat had je niet verdiend. Ik hoor het team bij elkaar te brengen. Niet om iedereen als oud vuil te behandelen. Dat is waar. Ik denk dat ik gewoon nerveus word van leuke jongens. Hey! Hè? Huh? Zijn jullie een team? Zijn jullie verliefd? Wat? Huh? Wij? Nee, zeg gauw op. Wie? Laten we gaan, team. Huh? De Springbokken! Ik ben heel trots op jullie allemaal. We gaan ze laten zien hoe het hoort. Oh ja! Kom op, jongens. Jullie kunnen het. Ja. Oh, nee. Ik ben mijn camera vergeten. Huh? Oh, krap in mijn been. Oh, nee. Hou vol. Norton. Hou vol. Ik kom eraan. Ja, Norton. Team. Joehoe. We hebben zoveel mensen te bedanken.
om te beginnen... de feestelijkheden! Sjoeps? Onder ons bevindt zich een bedriegster. En ik, Sjoebert Sjoeps, ben van plan haar hier en nu te ontmaskeren. Bereid u voor op een meer dan schokkende onthulling. Wend u af als u zwak bent van hart. Zie hier de wilde. Nee, nee, wacht. Het is een fout, ik zeg het jullie. Het was een meisje, dat meisje daar. Zij heeft het gedaan. Oh, Norton, je toverdoosje. Dank je, Toepoe. Ja, ik ben geen wilde. Dat is saai. Norton. Ik weet het. Ik heb het verpest. Ik blijf nu vast en zeker zitten, hè, directeur Peppermill. Ik heb mijn taak niet afgemaakt, maar ik kon er niks aan doen. Mijn vrienden hadden me nodig. Hij blijft toch niet zitten, directeur Peppermill? Nee. Zeg, mag de directeur anders zelf ook wat zeggen? Bedankt. Tot mijn grote verrassing heeft Norton het belang van het team boven zichzelf geplaatst. Dat is het kenmerk van een echte teamspeler. Wat ik wil zeggen, je krijgt je geen punten, Norton. Je gaat gewoon over. Uitwisselingsscholier uit Guam. Wat een talent. Waar is ze? Ik wil haar feliciteren. Die moest gaan, meneer. Gaan? Waarheen? Terug naar Guam. Zo doet Toepoe dat.